Ik weet hoe het werkt, jongens. Je bent 18. Je denkt, ah, ik maak elke dag een nieuwe foto voor Insta. Of elke week. Of om de dag voor Insta, Facebook, Snapchat. Weet ik veel waar je foto's van maakt. Maar je maakt vaak foto's van jezelf. Of je nou een jongen bent of een meid, maakt niet uit. En je denkt, ah, ik moet er goed op staan. En ik zie er best goed uit. Nou, ik zal je even wat haarfijn uitleggen. Je hebt inderdaad mensen die er goed uitzien, ja. Maar de meeste zijn gewoon average. En je kan wel 100 foto's per maand van jezelf uploaden. Maar er zit geen hond op te wachten, ja. Geen hond. De meeste mensen denken, stop, ben je wel goed bij je hoofd dat je 100 keer foto van jezelf loopt te delen. Zo interessant ben je niet, hoor. Net als dat bord eten wat je laat zien van, kijk, dit ga ik eten vandaag. Denk je dat het iemand een drol interesseert? Een reet? Interesseert wat jij eet op een dag, hoe jij eruit ziet overmorgen? Nee, dat denk ik niet, ja. Dus kijk, ik heb die fout ook gemaakt vroeger. Ik dacht, oh, ik zag het trouwens ook best wel goed uit toen ik 18 was. Maar ik maakte best vaak foto's van mezelf. Vooral een beetje na mijn 20ste, toen ik 21 was. En op high school kwam er weer een nieuwe foto. En achteraf schaam ik me kapot. Dan denk ik van, hoe heb ik zo vaak een nieuwe foto van mezelf kunnen uploaden? Kunnen maken? Zo ijdel was ik. Maar de meeste mensen denken gewoon, ah, daar heb je hem weer met een nieuwe foto. Hij denkt echt dat hij knap is, hè? Of zij. Ze denken echt dat ze heel wat zijn, hè? Dat is wat je dan gaat krijgen, hè? Vergeet dat niet. Mensen gaan niet denken, ja, tenzij je echt geil bent. En die heb je ertussen, hoor. Die heb je ertussen. Als je echt geil bent, ja, dan kan ik wel gaan fappen op elke foto. En dan wel. Maar dan moet je wel echt geil zijn, hoor. Oké, doei!